Ze heeft al 12 jaar dit in haar hoofd. Ze heeft al 2 pogingen gedaan en de 3e poging was uiteindelijk raak. Terwijl ze eigenlijk al gestopt was, omdat wij samen in 2014 een zoontje kregen, een knuffel geven. Dan besef ik mij toch wel van jeetje, ik ben echt zo ongelooflijk trots dat zij dit nog mag doen en dat zij dit nog kan doen. Echt heel gaaf.